Het is dinsdag 26 augustus. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Natte augustusmaand zorgt nog niet voor veel problemen. Pleinbios in Rotterdam heeft oplossing voor de vele regenval. En politiehond Dino krijgt onderscheiding. En hier alvast kort het weer voor morgen. Woensdag wordt een overwegend zonnige en droge zomerdag. Bij een zwakke tot matige wind uit het oosten loopt in de middag de temperatuur op naar 21 graden. En dus komt er morgen pas echt een einde aan de vele regenval. Hoewel het niet zo voelt, is augustus niet de natste maand in de historie. Toch geeft de vele neerslag wel problemen. En daarom heeft de regio zich afgelopen jaren op allerlei manieren voorbereid om het vele water te kunnen herbergen. En dat schijnt te werken. Alleen in de Zuidplaspolder ging het even mis. Ja, goed, maar dat mag eigenlijk ook de naam niet hebben. Daar hadden we overlast rond de sloot, maar dat water is op tijd afgevoerd. Nee, inderdaad, wij kijken ook wel met andere ogen. En als ogen van het waterschap, die kijken vooral, is dat watersysteem wat we met elkaar beheren, is dat in staat om ook die hevige regen allemaal op te vangen in die korte tijd? En ja, dat is best soms een hele opgave. Her en der in de regio Rijnmond is hard gewerkt om in de toekomst overtollig regenwater te kunnen bergen. Ook in het centrum van Rotterdam zijn de laatste jaren een aantal waterbergingsplekken aangelegd. Bijvoorbeeld hier, in het Museumpark, waar de enorme hoeveelheid regenwater zijn weg kan vinden. Een andere plek is het Bentumplein, achter het Hofplein. Bentumplein heeft ons de mogelijkheid geboden om de reconstructie van het plein zo aan te pakken dat er een aantal diepere bassins in zijn waar je gewoon kan sporten, kan basketballen, maar die in tijden van hevige regenval het water kunnen opvangen. En eigenlijk winnen we daar gewoon tijd mee. Dus op het moment dat het dan weer droog is, dan kan het water, zo 1,7 miljoen liter water kan hier verzameld worden, langzamerhand de bodem intrekken zoals het zou moeten. En hebben we dus geen wateroverlast in de omliggende panden. Ook voor de komende dagen is nog veel regen voorspeld. Maar het Hoogheemraadschap Schieland ziet het allemaal met vertrouwen tegemoet. Voor de komende jaren moeten ook burgers hun steentje bijdragen. Het gaat erom dat we zorgen dat bijvoorbeeld nieuwe woonwijken, maar ook reconstructies van wijken, dat we daar meer ruimte voor water hebben. Meer tijd hebben om het water op te vangen en dan pas op het moment dat het droog is af te voeren via de riolering of rechtstreeks via de bodem. Maar ook bijvoorbeeld voor particulieren, tuinen niet helemaal vol betegelen. Tegeltje eruit, plantje erin, zeggen wij. Dat is echt heel belangrijk. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar we zullen het in de toekomst heel hard nodig hebben om samen droge voeten te houden. De pleinbioscoop in het Rotterdamse Museumpark heeft flink te lijden onder de regen. Door het weer is het dit keer een stuk minder druk dan voorgaande jaren. Maar maandagavond konden bezoekers toch droog zitten, namelijk in hun eigen auto. De echte diehards zitten gewoon vooraan op een stoeltje. Maar vanavond is er ook plek voor 52 auto's. Waardoor de pleinbios verandert in een Amerikaans fenomeen, een echte drive-in bioscoop. Is het geweldig dit? Ja, ik vind het leuk dat ze er nog wat van maken. Ik bedoel, anders was het helemaal leeg geweest, denk ik. En nu heb je gewoon leuk publiek. Ja, toch een leuk filmpje kijken. Het is toch een uniek festival, dit. Ja, scheelt het dat u met de auto mag staan hier? Nou, we waren toch wel gekomen, hoor. Echt waar? Ook al had het geregend? Elke dag. Ik was vorige keer en toen had ik het heel koud. Dus ik denk, dat gaat me dit keer niet gebeuren. Een drive-in bioscoop, ja. Ja, omdat... Omdat het weer zo slecht zou worden vandaag, hebben de medewerkers eigenlijk verzonnen van we hebben het vorige week ook al met een beperkt aantal auto's gedaan. Laten we het nou eens een dag eerder bekendmaken en we hebben dus een drive-in. Je kan met je auto komen. En dat doen de bezoekers, want het terrein staat al snel vol. Slechts één klein nadeel. Om het geluid van de Nederlandse horrorfilm The Pool te kunnen horen, moeten bezoekers wel de raampjes open houden. Ja, het kost in Nederland nogal... erg veel tijd, 2 weken om een frequentie aan te vragen, om via de radio te kunnen uitzenden. Het voordeel is dat wij een Nederlands film hebben die Engels ondertiteld is, dus je moet je raampjes open houden. Ja, ik heb een dekentje, dus daar ga ik me gewoon onder verschuilen. Waarom niet gewoon hier? Lijkt me niks mis mee. De Pleinbioscoop loopt nog tot en met 31 augustus en als er vaker drive-in avonden worden gehouden, wordt dit van tevoren aangekondigd op Facebook. Hij is de schrik van elke inbreker, politiehond Dino. In korte tijd greep hij verschillende inbrekers en dat bleef niet onopgemerkt bij de gebiedscommissie in Rotterdam-IJsselmonde. En als mensen linkjes en onderscheidingen krijgen, waarom een hond dan niet? En Dino was vandaag dan de eerste politiehond die een heuse medaille kreeg. Ja, zo hard gaat het er niet aan toe als Dino wordt ingezet om een voortvluchtige inbreker op te sporen. De verdachte krijgt eerst een waarschuwing. Waar ik naar zou luisteren als ik dit zo zie. Ja, want uiteindelijk is het een geweldsmiddel wat je inzet. En dus op niet mis te verstaande wijze, hè, zo staat het er dan mooi.
wordt geroepen dat hij tevoorschijn moet komen omdat anders de hond wordt ingezet. Nou, en als dat niet gebeurt, dan gaat die hond zoeken. En ja, grote kans dat hij hem dan vindt. En dan bijt hij natuurlijk wel, maar dan was hij van tevoren gewaarschuwd. En pas als de geleider dan los zegt, los! Zo dus, dan laat zo'n hond ook los. Dino's geleider wil niet herkenbaar in beeld vanwege zijn werk, maar hij is heel blij met de medaille. Ja, het is leuk. Het is leuk dat de honden ook gewaardeerd worden. Ze staan altijd dag en nacht wel paraat, ook voor de collega's. En ja, je hebt er zoveel profijt van in het dagelijks politiewerk. Dat is gewoon onbeschrijfelijk. Ik zie het ook meer als een waardering voor de hele hondenbrigade dan voor Dino alleen. Want die jongens die zijn altijd druk buiten. Nu ook zijn ze buiten om hun werk te doen. Oké, hij is dus een beetje voor alle honden van de hondenbrigade. Maar Dino mag hem vandaag lekker om. In een woonhuis in de Rotterdamse Piet van de Poolsingel heeft vanochtend een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden moesten hun huizen uit en werden opgevangen op het politiebureau. Door rook- en waterschade kunnen bewoners van aangrenzende huizen voorlopig niet terug naar hun woning. De politie sluit niet uit dat de brand is aangestoken. Buurtbewoners zeggen dat de eigenaar van het pand voor veel overlast in de buurt zorgde. Het Natuurhistorisch Museum heeft weer een bijzonder exemplaar aan de verzameling toegevoegd. Namelijk een roze pelikaan. Het beestje vloog afgelopen weekend tegen de Haringvlietdam en overleed. Dit is hem dan, de windmolenpelikaan. Ruim 15 kilo zwaar met een vleugelwijdte van 2 meter. Een aparte verschijning in het Rijnmondgebied. Zondagavond werd het dier gevonden door een voorbijganger nadat hij tegen een windmolen was gevlogen. Ja, het zijn zweefvliegers, hè? Grote logge dieren die dus als een vliegtuig rondzweven. En ja, een snelle wending op het moment dat, dat een dier ziet dat er een windturbine op hem afkomt. Hè? Die propellerbladen die draaien hard. Ja, dan is het al te laat, dan kan zo'n dier niet meer uitwijken. Dit is de vleugel die afgeslagen is. Er zit mooi roze, hè? Dat is echt een roze pelikaan. De pelikaan zal door medewerkers van het museum worden geprepareerd, zodat het publiek hem binnenkort van dichtbij kan bewonderen. Het komt dan tussen een illuster rijtje andere dieren met bijzondere verhalen, zoals de dominomus, de McFlurry-egel en de Tweede Kamermuis. Ja, dit is natuurlijk uniek voor Nederland. Dit is de eerste keer dat we zoiets meemaken. Ja, we zijn blij dat dit in elk geval bewaard is gebleven nu voor het museum. Zodat we ook iets meer kunnen achterhalen over de herkomst van dit dier. En ook een beetje weer gewaarwording voor het gevaar van windturbines voor vogels naar voren kunnen brengen. Het opzetten van de pelikaan gaat enkele weken duren. En op de redactie Clay Ruperti. Clay, Sparta leed gisteren tegen Helmond Sport het eerste puntverlies van het seizoen. En was dat terecht? Nou ja, het was niet een heel hoogstaande wedstrijd op het kasteel. 0-0 was dus eigenlijk wel een passende uitkomst. Ja, je weet dat Sparta prima aan het seizoen is begonnen met 9 punten uit 3 duels. Dan weet je ook dat het eerste puntenverlies steeds dichterbij komt. Maar toch overheerste op het kasteel gisteren de teleurstelling. Ja, wij zijn toch teleurgesteld, want wij wilden heel graag natuurlijk vanavond hier winnen en onze ongeslagen status behouden. Nou, die ongeslagen status is gebleven, maar ondanks het feit dat we wel behoorlijk aardige kansen hebben gehad, hebben we dat niet kunnen bekronen. We waren heer en meester hier eigenlijk. Hun hadden af en toe ook wel iets, maar over het algemeen vond ik ons echt beter. En ik denk dat we kans genoeg hadden om de wedstrijd te winnen. En dan, ja, als je dan 0-0 speelt, dan is het toch, dat is het gevoel niet lekker. Sparta dus nog wel ongeslagen, is ook nog koploper in de Jupiler League. Maar nummer 2, NEC, gaat vanavond nog in actie komen. En die kunnen bij een overwinning dus Sparta voorbij gaan. Dan is er ook nog nieuws over hockeyer Jeroen Hertzberger, want hij blijft voorlopig bij Hockeyclub Rotterdam. Ja, Hockeyclub Rotterdam heeft het contract met Hertzberger voor 2 jaar verlengd. Hertzberger speelt al sinds 2003 in het eerste team van Hockeyclub Rotterdam. Werd vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis landskampioen met die ploeg. Is ook all-time topscorer in de Euro Hockey League. En met name op dat Europese vlak wil Hertzberger in de komende jaren meer stappen gaan zetten met Rotterdam. De hockeycompetitie start trouwens volgende week. Dankjewel, Clay.
Ja, zondag is het weer zover. Dan rijden er voor de 10e keer weer allerlei raceauto's door het centrum van Rotterdam tijdens de VKV City Racing. Naast Max Verstappen is voormalig Formule 1 wereldkampioen Kimi Räikkönen de grote publiekstrekker. De Fin woonde een tijdje in onze regio en genoot een belangrijk deel van zijn raceopleiding in Vlaardingen bij racingteam De Bruin. Hier in Vlaardingen werd de basis gelegd voor het succes van Kimi Räikkönen. Ondertussen is het de beurt aan een nieuwe generatie jonge karters. Net als Räikkönen zijn zij op jonge leeftijd al bezig om misschien ooit wel eens de beste te worden. Toen Räikkönen in 1997 bij Peter de Bruin terechtkwam, zag die niet direct een toekomstig wereldkampioen Formule 1 binnenlopen. Nee, ze zag er ook niet uit. Hij was heel gewoon en heel stil. Als hij maar kon racen, dan was het eigenlijk altijd goed. 18 jaar was Räikkönen toen hij voor het raceteam van De Bruin ging rijden. Maar ondanks zijn jonge leeftijd had de Fin van aanpassingsproblemen geen last. Want de eerste dag dat hij hier kwam, toen waren we hem kwijt. Toen lag hij in een Bridgestone-doos, was hij een dutje aan het doen. Dus dat, daar was hij niet zo moeilijk mee. Dit is de allerlaatste kartmotor van Kimi. Dan heeft hij de wereldkampioenschappen mee gereden in 1999. Nou is het zo dat met name de Formule 1, het ook gaat om dat geluid, hè. Maar dat gaat een beetje weg met al die nieuwe groene technieken en dergelijke. Verliest die sport een beetje zijn charme daardoor? Dat is aan de ene kant wel waar, ja. En dat is ook bij ons zo in het kart. Hè. De karts van 20 jaar geleden en nu, die maken veel minder herrie. Maar het is altijd nog wel sportief. Maar als je vertegenwoordigt de Formule 1 hoort, ja, ik vind het niet mooi meer. Nee, voor mij is die 18.000 toeren wel leuker. En ik denk dat er een hoop mensen zich eraan storen. De kartsport blijkt een goede leerschool voor de Formule 1, bewees Räikkönen in 2007 al met zijn wereldtitel. Ook kersvers Formule 1-coureur Max Verstappen, die komend seizoen zijn debuut maakt in de koningsklasse, heeft een kartachtergrond. Ja, kijk, ik heb het natuurlijk sowieso altijd gevolgd, omdat Jos vroeger bij mij in mijn team gezeten heeft. En jammer genoeg Max niet, want ik heb wel een paar keer geprobeerd, maar daar is er niet van gekomen. Maar als je dat dan volgt en je ziet zo'n jongetje van 6, 7 jaar opgroeien, En internationaal racen en wat hij presteert, vooral vorig jaar in die karts. En op zijn leeftijd ten opzichte van mensen die veel meer ervaring hebben. Ja, dat schiet er een brok in je keel, echt. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website rijnmond.nl. Wens u nog een prettige dag.